vertrouwde blijft, maar jullie beginnen met een nieuw concept. Ja, zeker. Wij gaan een nieuw concept aanpassen. Wij zijn hier 3,5 jaar bezig en wij hebben gekozen om een nieuw concept te aanpassen. Dus met een restaurant en een pizzeria. Dus ik doe straks een pizzeria, gewoon echt een specifieke pizzeria met voorgerecht en dessert erbij. En mijn vrouw doet alleen de restaurant, gewoon het menu van de chef. Dus ik kan wel een pizza eten, dan kom je aan deze kant. Wil je echt naar uit eten, avond, dan kom je aan de andere kant. Maar dit restaurant wordt echt anders? Ja, het wordt echt anders. Ook oud gezicht, maar ook met menu. Dus we zitten niet meer pizza, maar wel gangen van de chef. Dus kan wel jullie genieten met voorgerechten, tussengerechten, hoofdgerechten en nagerechten. Maar jullie gaan nog wat leuks doen. Ja, wij gaan nog iets leuks doen, als jij wilt. Dat is mijn passie, dus het is meer een hobby en een passie van mij. Dus ik heb gedacht om een jam session te beginnen hier met veel muzikanten en veel artiesten erbij. Om hier te jammen samen en opgenoten van een lekker hapje, een lekker Italiaanse bier. Wij hebben allemaal Italiaanse bier hier. Dus dat begint 28 juni, dus voor onze opening, vanaf 10 uur avond. En dat was de jam session. En dat misschien wordt één om maximaal twee keer per maand op vrijdag. Wij zien jullie 7 juli. Vanaf 16 uur in ons restaurant en in onze nieuwe pizzeria. Tot ziens. Tot dan. Doei.